Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het K-Corps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat er vast die like achter. En de YouTube Gathering was super vet. Ik heb denk ik wel bijna 100, nou dat is iets te veel, maar in ieder geval echt heel wat fans ontmoet. En foto's gemaakt, handtekeningen uitgedeeld, wat dan ook. Het was echt heel ziek. En ik hoop dat ik volgend jaar dus weer kan gaan met 100.000 abonnees deze keer. En dat ik dan wel gewoon mijn eigen meet and greet krijg. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan lekker. En wij gaan beginnen met een chest opening. En ik de laatste tijd ben ik... Ik vind Clash Royale leuk. Echt heel leuk. Alleen de laatste tijd vind ik het wel een beetje... Het is allemaal hetzelfde. Ik vind sommige dingen nog wel heel leuk om te doen. Qua Clash Royale, dat zijn chest openingen. Ik vind dat echt het leukste wat er is. Chest openingen doen. En ik denk dat jullie dat ook heel leuk vinden. Er zijn altijd heel veel likes en views op chest openingen. Dus ik denk dat jullie dat ook ziek vinden. Daarnaast vind ik 2 tegen 2 vind ik leuk om te doen. Ik vind... Af en toe online, maar dan wel met een leuke challenger bij. Ik vind puur online spelen wat minder leuk, tenzij het in streams is. Dan vind ik het wel weer leuk. Ja, allemaal lastig eigenlijk. Maar dat is dus een beetje wat ik erover denk nu over Clash Royale. Dus daarom wil ik één keer in de week nu, beginnen met één keer in de week, een ander spel naast Clash Royale doen. Dus 6 keer in de week Clash Royale en dan 1 keer in de week een ander spel. Weten jullie een leuk spel? Laat het alsjeblieft achter en zie jij een leuk spel in de comments. Like die reactie dan. En waarschijnlijk het spel met de meeste likes wordt het. Ik heb weer genoeg gepraat. Wij gaan beginnen met de chest opening. Ik zit op een account van Mark. Dutch Corps 2. En Mark is echt een hele goede speler. En hij zit nu op zijn PR. Dus ik ben straks heel erg bang om online te gaan. Daar ben ik echt eventjes bang voor. Maar hij heeft heel veel dingen chillen chesten gehaald. In ieder geval deze allemaal. Daarnaast heeft hij nog een clan battle chest. Daarnaast heeft hij nog een 12 wins. En daarnaast heeft hij nog... Dit is weer een hele zieke. Dit wordt wel weer een hele zieke. Ja, we moeten een beetje kijken. Waar willen we mee beginnen? We gaan altijd eerst kijken. Bij altijd als we op iemand anders account zitten. Welke kaart willen wij hebben? Ik doe bij Rarity. We gaan eventjes kijken. Wat heeft hij nodig eigenlijk? Hij heeft dus al barrel al level 6. Dus ik denk niet dat hij graag een barrel wil. Al wel 18 nog na 100. Dus hij gaat echt heel lekker met die barrels. Barrel in ieder geval level 6. Skarmy net level 5. Dus ik weet niet of hij heel graag op een Skarmy zit te wachten. Prins is misschien wel. Die kan richting level 3. Gaan we door. Zijn comments zijn ongeveer allemaal level 12. Dus dat is prima. Dat is lekker. Dat is bij mij ook zo. Voor de rest. Zijn rare is allemaal level 8. Dat is weer iets lager dan ik. Mini-Pekka bijna level 9. Misschien wilde hij wat mini-Pekka's. Wizard ook bijna level 9. Misschien wilde hij wat Wizard. Oh, hij heeft hier wel een reuze level 9. En ook een dik level 9. Al 100 van de 800. Voor de rest. Zijn epics zijn level 5 en 4 zie ik hier. Ongeveer hetzelfde als mij. Het lijkt weer echt heel erg op mijn kaarten levels. Prins had richting level 6. Misschien wilde hij die wel. Maar ik denk niet dat hij die gebruikt. Voor de rest. Golem altijd fijn. En qua legendaries heeft hij ze allemaal... De healspel komt trouwens uit. Ga ik nog wel een video over maken. Die komt er bijna uit. Maar qua legendaries heeft hij ze bijna allemaal. Nee, hij heeft ze allemaal. Behalve de Inferno draak. Nou, die hoef je ook niet. Ik hoop voor hem dat hij niet de Inferno draak nu krijgt. Maar ik zie dat hij alleen de graveyard level 1 heeft. Dus de kans is groot dat hij of een graveyard of een Inferno draak krijgt. Maar we hopen natuurlijk op die graveyard. Voor de rest, mine level 3. Ben ik heel erg jaloers op. En voor de rest, ja... Chille levels, echt chille levels. Wij gaan beginnen met de chest opening. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laat een like achter. En we beginnen met de free chest. We beginnen lekker met de free chest. En er zit in gold, battle ramp en mortier. Nee, hebben we niet nog een free chest. Dan gaan we nu door naar de crown chest. En daar zit in gold, jammies, royal giants, barbaren, tesla en battle ramp. Weer een battle ramp. Helaas geen epic dus in een crown chest. Wij gaan door. Nu gaan we iets requesten. Wat gaan wij eens requesten? Wat lijkt ons leuk om te requesten? Ja, we gaan even kijken naar zijn deck. Wat willen wij requesten? Wij willen de knight requesten. We willen knight, willen we max level. Ik ben benieuwd of hij daar ook voor aan het sparen is. Oh, ga dan knight. Ja, top. Knight requesten. En we gaan lekker door naar clan battle chest. De knight is echt de beste kaart in het hele spel. Alsjeblieft, ga die requesten. Gold. Elite Barbs, 16 erbij, top. Goblin Gang, die gebruikt hij in zijn deck, dus dat is fijn. Ice Spirit, 10 Furnaces, heel wat Goblins. Helaas geen Legendary, maar de kans is ook echt mini om een Legendary te krijgen in een Clan Battle Chest.
wat Mega Minions en wat zijn de rares? Ik hoop op een chillen. Het is de prins. En dat is best wel chill, want die prins gaat richting level 6. En ik weet niet of je hem gebruikt. Hij heeft hem in ieder geval wel geüpt. Maar prins level 6 is wel iets om bang voor te worden. Dus dat is heel erg lekker. Ik zit ook te denken, hij kan zijn deck nog zo erg upgraden. Hij kan deze nog upgraden. Hij heeft natuurlijk nu nog het geld niet voor. Deze kan hij upgraden, deze. En hij heeft dus heel veel potentie nog met zijn deck. Dus dat is ziek om te zien. En hij zit nu al zo verschrikkelijk hoog. Maar dat is allemaal een zorg voor later. We gaan eerst eventjes nog deze chest openmaken. 160 kaarten. Hij is gewoon lekker derde geworden in het toernooi. Doet hij heel goed. Wat Sebbies. Spear Goblins. 4 Hogwiders. Top. Oh, nu al een epic. Wacht. Kunnen we hier een legendary krijgen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het niet. Epic. Nee. Nu krijgen we denk ik nog meer epics. Infernitoren. Oh nee, comments. 130 knights. Dat is heel lekker. Want knights moet hij naar level 13 gaan krijgen. Maar heel chill. 130 knights. Top. Gaan we niet door nog naar de Grand Challenge. Want dat zijn 1100 kaarten. Dat is volgens mij gewoon de grootste chest. Die doen we als ene laatste. Eerst doen wij de Giant Chest. Daar gaat hij. Dit is echt een zieke opening. Gold. 12 Tombstone. 21 Bomtoren. Bomtoren is niet zo heel chill. En de comments. 295 Bombers. Gaan we door naar de... Wat doen we? We doen de Magical Chest. We doen nu de Magical. Daar zit in gold. Daar zit in wat arrowtjes. Daar zit in een Valkyrie. Ook gewoon maar eentje. Een Teslaatje. Wat Tesla's. 65 Fire Spirits. Dan hebben we 23 Ice Golem. Nee. Je gaat me niet... Nee. Je gaat me niet vertellen dat we een legendary in een magical chest krijgen. Dat is echt een tijdje terug. Als ik helemaal terug ga, is dat gewoon bij die video dat ik een Ice Wizard in een legendary chest... Even een legendary magical chest krijg. Nee. Dit gaan wij niet doen, boys. Dit gaan we niet doen. Hebben we... Ja! Een Ice Wizard. Nou, het maakt toch helemaal niet eens uit welke legendary het is. Het is gewoon een legendary in een magical chest. Ja, hiervoor een like. Hiervoor een duimpje omhoog. Dit kan niet anders. Een Ice Wizard in een Magical Chest. Ja, wat boeit het? Al kregen we nu de Inferno Draak. Who cares? Gewoon lekker een Legendary in een Magical Chest. En dan krijgen we nu minimaal 2 Legendaries in deze chest opening. Want hij heeft natuurlijk ook wel een Legendary Chest. Ziek. Het kan al niet meer kapot gaan. Als we nu een potje verliezen op Mark, kan ik altijd zeggen. Maar Mark, we hebben wel een Legendary uit je Magical Chest gehaald. Dus kan hij niet meer boos zijn. In ieder geval 2 Mirrors. 3 Pekka's. 7 golems, chillen epic, 7 golems en 8 lightnings, iets minder. Maar prima, epic chest. Gaan we door als we hier ook een legendary in krijgen. Oh my god. Wij gaan, boys. Wij gaan. 12 Grand Challenge winst. En heel wat gold, die kan hij... Gold, wou ik zeggen. Gold. Heel wat gold. Die kan natuurlijk goed gaan gebruiken, want hij kan heel wat dingen uppen in zijn deck. Heel wat gold dus. 8 furnaces. 13 goblin hutten. Heel wat Giants chilled. Die gaan richting level 10. Alhoewel het nog wel eventjes duurt. Minord. Nice. Dat is nice, boys. Knights zijn nice. 115 erbij. En die gaan langzaam naar level 13. Oké. Musketeer. Het is lang geleden trouwens dat ik een 12 inch chest heb. Echt ook al een paar weken geleden. Ik wil dat eigenlijk ook weer halen. Musketeer. Er komen 2 Witches. Oké. 27 Wizards. Ze gaan richting level 9. Top. Infernitoren. Die gebruikt hij in zijn deck. Fijn. Weer wat epics. 3 X-Bows. 6 Bowlers. Zo, 6 Bowlers. Chillen epic. Heel wat... 700... Ja, als Mortierboy ben je hier tevreden mee. Krijgen we een Legendary? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Maar hele chillen comments. Boys! 3 Legendaries! 3 Legendaries! Ziek, boys. Inferno Draak, hij heeft nu alle legendaries. Dit is echt heel vet, hoor. Dit is wel heel ziek. En dan hebben we nog een laatste legendary chest. Dit kan er niet meer stuk. Ik hoop nu de graveyard, maar het kan alles zijn. 3 legendaries in deze chest opening. Nou, als Mark hier niet tevreden mee is, weet ik het ook niet. We gaan kijken, wat zit er in de legendary chest? Graveyard, weer een Ice Wizard. Zeker nice. Nou, dit is echt een geslaagde chest opening. Wij gaan eventjes nog één potje doen online. En hopelijk winnen we, want anders is dat wel heel erg balen, want hij zit op zijn record. Ja, maar wij kunnen dit wel. Kom op. Wie is onze tegenstander? M.Reza uit de clan Persian Gulf. En we spelen dus met een Zebbait deck. En in principe ben ik wel redelijk goed met Zebbait decks. Maar soms ook weer niet, dus... Oh mijn god. Wij gaan dit druk hoog zetten, want hij gaat gelijk Golem komen. Gelukkig gaan we een Infernitoren, maar als hij dan met een Lightning gooit, dat is natuurlijk ook weer niet zo fijn. Dus we moeten even kijken. We doen wat damage.
op zijn toren. Dat is lekker. Dat is heel lekker. Dan doen we eventjes Prinses hier achterin. Doen we hier even een Infernitor als die skellies weg zijn. Zo, nu. Infernitor, hoppatee. Hebben we arrows klaar, maar dat gaan we nu niet inzetten. We gaan nu eventjes snel dit doen. Omdat we dan die baby draak kunnen afleiden. En dit kunnen we prima stoppen. Dit kunnen we heel makkelijk stoppen. Dit gaat goed. Oh nee, snel even Goblin Gang. Ik vind prima als die draak op de toren gericht is. Maar dan niet ook nog eens de goblins. Want dan doet het veel te veel damage. Kijk, hier doen we wat damage. Top. Ik ga nu de barrel gooien. Waarom? Omdat als die nu met Skarmie verdedigt, helpt mijn prinses dat. Hij doet dat niet. Hij doet met minions. Maar alsnog helpt mijn prinses dat. Door dat op te ruimen, doen we eventjes prinses hier achterin. Zodat we dit groepje kunnen aanpakken. Hoppatee, geen hit. 1 hit. Oké, dat is prima. Want hij heeft via de andere kant toch ook meer damage gedaan. En we staan voor. Dat is nice. We staan dus lekker voor. En mensen uit Duskorps 2 kijken ook. Want ik zie wat blauwe confetti. Ja. Ik ga hier een rocket op gooien. Ik ga hier een rocket op gooien. Want ik heb even niks anders. Ik heb even niks anders. Dus ik gooi hier gewoon een rocket op. Ik denk dat dat niet de allerslimste... oh nee, arrows. Dat niet dat de allerbeste keuze was. Maar we konden eventjes echt niets anders. Dus ja, het moest maar eventjes. Hebben ze ook een Zetbeet? Heeft een Zetbeet Golem deck? Best wel heel vervelend eigenlijk. Ja, we kunnen nu dit doen, maar dan komt hij met Skarmie. Ja, wat willen wij? Wat willen wij? Ik ga het toch een beetje... ik doe eventjes zo. Ik doe het toch eventjes zo. Dan komt hij denk ik met Skarmie nu om dit te verdedigen. En dan daarna gooi je weer Barrel. Nee, ik kom nog niet met Skarmie. Doe even eens een Knight achterin. Zo. Ik vraag me wel af of hij spells heeft. Hij gaat nu via de andere kant. Dat vind ik heel apart. Ik hoop snel dat mijn prinses helpt. Ik wacht eventjes. Zo, dan hopelijk gaat hij... Ik ga dit arrowen. Ik moet dit arrowen. Want dit is anders... Oh, mooie arrows. We pakken namelijk ook daarachter iets mee. Top, gooi ik snel nog een knight om alles... om die straks die baby draak af te leiden. Hij heeft volgens mij geen spells. Dus dit horen we eigenlijk te winnen. Maar hij heeft wel dingetjes waarmee hij mijn barrel en wat dan ook kan stoppen. Dus zo makkelijk is het ook weer niet. Ik ga gelijk nog een... Oh, hier moet ik arrowen. Snel, dit moet ik arrowen. Hoppatee. Skarmie. Zo. Barrel. Zo. Druk zetten. Zo. Hij heeft geen spels nog laten zien. Dus we gaan die druk hoog zetten. Met allemaal speldingen. Kom op. Kom er doorheen, boys. Kom er doorheen. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. We moeten nu nog een 2 rockets gooien, denk ik. En als het GG. Ik ga hier een Infernotoren neerknallen. Zo. Dan gaan we nu, denk ik, beginnen met arrows. Dit moet ik arrowen, want anders kan dat damage gaan doen. Oh, nee. Oh nee, oké, okay, nee, dit is prima. Dit ga ik laten gaan verder. Dan ga ik even 1 rocket doen en dan ga ik nu cyclen. Kop, 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 kop. Hoe kan ik het beste cyclen? Oké, okay, komt via die. Dan doe ik niet. Doe ik dit. Doe ik dit. Zo. Dit moet het wel stoppen. Dit moet het zeker wel stoppen. Gooi ik even een Goblin Gang hier in de hoek. Dan ga ik nu niet arrowen. Of wel? Nee, dit gaan we skarmien. En dan hebben we GG. En dan hebben we gewoon gewonnen. En hebben we voor Mark een nieuw PR. Nou, Mark. Dit is wel een hele geslaagde aflevering. Dit is wel een hele geslaagde aflevering. Nieuw PR voor Mark gehaald. En 3 legendaries. Nou boys, ik dacht dat dit echt heel ziek is. Dit wordt sowieso een vette video. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. We hebben een nieuw PR voor Mark gehaald. Ik hoop dat ik je allemaal zie in de volgende video. En jongens, dit was echt geslaagd. Bedankt voor het kijken. En tot dommets.